Dit jaar, 2008, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het internationale jaar van sanitatie. Een gebrek aan goede sanitaire voorzieningen is een groot probleem wereldwijd. Ook binnen de grenzen van de Europese Unie. Want wat zou u ervan vinden als het toilet op de school van uw kind bestond uit dit gat in de grond? In het Roemeense dorp Garla Mare ligt een grote plas urine naast de ingang van de lagere school. De school heeft geen werkende waterput, de kinderen kunnen hun handen nergens wassen en er is gebrek aan zeep. In sommige landen in de Europese Unie heeft bijna de helft van de bevolking geen toegang tot veilige sanitaire voorzieningen. Zo'n 20 miljoen Europeanen zijn afhankelijk van latrines en kuilen in de grond als urinoir. Dit veroorzaakt een hoge morbiditeit en een hoog sterftecijfer, vooral onder kinderen. In Roemenië sterven nog steeds kinderen aan het blauwe baby-syndroom. Een ziekte die wordt veroorzaakt door een te hoog gehalte aan nitraten in het water. Dit ontstaat doordat resten van menselijke afscheiding het grondwater verontreinigen. Zo schat de Wereldbank dat 25% van alle nitraatverontreiniging in Roemenië veroorzaakt wordt door menselijke afscheiding. In het Roemeense dorp Garla Mare wordt de verontreiniging niet alleen veroorzaakt door menselijke en dierlijke afscheiding, maar ook door pesticiden. WECF vond 5 keer de toegestane hoeveelheid atrazine, een hormoonverstorende pesticide, in het drinkwater van het dorp. De inwoners van Garla Mare hebben moeite hun hoofd boven water te houden. Vooral voor een groot deel van de Roma-families, die als seizoenarbeiders werken, is dit een groot probleem. Een slechte oogst betekent geen eten. Investeren in veilige sanitaire voorzieningen heeft voor hen duidelijk geen prioriteit. Onderzoek van WECF toont aan dat vrouwen en meisjes duidelijk meer geïnteresseerd zijn in sanitatie dan mannen. Het ontbreekt vrouwen echter vaak aan geld en middelen om ook te zorgen voor die verbetering. Garla Mare heeft 78 openbare waterputten. Door geldgebrek wordt de kwaliteit van het putwater nauwelijks gecontroleerd. WECF vond een hoog gehalte aan nitraat en menselijke faecale bacteriën in het water. Het gehalte nitraat was zelfs zo hoog dat volgens de zwemwaterrichtlijnen van de Europese Unie het drinkwater niet eens voor het wassen van kleren gebruikt zou mogen worden. Die vervuiling is echter niet zichtbaar, waardoor de inwoners geen idee hebben dat juist hun vervuilde drinkwater de oorzaak is van blauw baby-syndroom en chronische diarree. Prislop, een ander Roemeens dorp, is ook een voorbeeld van extreme armoede in het Europa van 2008. Maar Prislop is niet het enige dorp waar de mensen geen veilige sanitatie en schoon drinkwater hebben. Het recht op veilig en betaalbaar drinkwater en sanitatie is een van de belangrijkste doelen van WECF, Women in Europe for a Common Future. Water mag en kan niet als handelsproduct worden beschouwd. 24 landen, waaronder sinds kort België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, hebben het recht op water onlangs erkend als mensenrecht. Alleen al daarom moeten waterbronnen beschermd worden tegen vervuiling en verontreiniging. Het Bulgaarse dorp Sulica heeft geen centrale riolering. De inwoners van het dorp maken gebruik van septische tanks als opslag voor menselijke afscheiding. Hierdoor komt afvalwater direct in het grondwater terecht. Dit trekt niet alleen veel vliegen aan, het zorgt ook voor een enorme stank en het vervuilt het grond- en oppervlaktewater. WECF en haar Bulgaarse partner, Earth Forever Foundation, bouwden gezamenlijk een droog, urinescheidend toilet voor het cultuurcentrum van het dorp. Vergeleken met de oude latrines zijn de nieuwe toiletten een feest om naartoe te gaan. Earth Forever bouwde ook een filter die het afvalwater filtert voordat het in de aarde verdwijnt. Inmiddels bloeien er bloemen op die plek. €11.000, dat is de prijs voor het toiletgebouw en voor een filter. Dat is een schijntje vergeleken met het bedrag dat je kwijt zou zijn aan het installeren van normale doorspoeltoiletten met een bijbehorend rioleringssysteem.
Droge, ecologische toiletten zijn ook veel goedkoper in het onderhoud dan natte toiletten, omdat de septische tanks regelmatig moeten worden geleegd. En dat kost iedere keer toch zo'n 160 euro. Daarnaast leveren de droge toiletten waardevolle compost voor tuinen en akkers. En wordt ook het grondwater niet langer meer verontreinigd. Niet alleen in Bulgarije en Roemenië, maar ook in andere Oost-Europese landen bouwt WECF samen met haar partners deze veilige eco-zandtoiletten in scholen en huizen. Women in Europe for a Common Future, WECF, helpt vrouwen om hun woonomgeving gezonder en duurzamer te maken. WECF ontwikkelt samen met deskundigen en wetenschappers praktische oplossingen voor problemen rondom gezondheid en milieu. Dat doet WECF met oplossingen die de lokale bevolking zelf kan uitvoeren en handhaven en die betaalbaar en veilig zijn. Bij deze activiteiten is het versterken van de rol en deskundigheid van vrouwen een essentieel onderdeel. De vrouwen van Garla Mare haalden iedere dag met nitraten, bacteriën en pesticiden vervuild water uit hun putten. Ze besloten hiertegen actie te ondernemen en organiseerden zich in een vrouwenorganisatie genaamd Vrouwen voor een Schone Toekomst. Met als doel een gezond milieu voor iedereen bouwden ze onder andere droge ecologische schooltoiletten, wastafels en maakten ze vervolgens de waterputten schoon. Maar er is nog veel meer nodig. WECF is van mening dat iedere inwoner van de Europese Unie recht heeft op veilige en betaalbare sanitatie. Tot nu toe zijn echter nog ruim 20 miljoen Europeanen verstoken van dat recht. WECF stelt dan ook dat juist in de Europese Unie de prioriteit uit zou moeten gaan naar diegenen die het meest hulp nodig hebben op het gebied van sanitatie. Extra geld en inspanningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat voor 2015 ook in Europa aan dit millenniumdoel zal zijn voldaan. Zodat alle Europeanen voorzien zullen zijn van veilige en duurzame sanitaire voorzieningen.